grijs hoofd. Toen ik 30 was, kreeg ik de diagnose autisme, zeg maar voor mijn 30ste verjaardag. En dat was wel een duidelijk cadeau eigenlijk wat ik kreeg, want ik snapte waar ik zo vaak op mijn bek gegaan was in mijn leven. Nou, dat was wel heel erg handig. Maar toen ging ik heel veel lezen over dat autisme. En toen dacht ik, hé, wat schrijven we eigenlijk allemaal rare dingen over autisme? Mensen met autisme, die zouden geen contact willen maken. Die zouden je niet aankijken. Dus ik vind ook altijd heel panisch. Moet ik iedereen dan even aangekeken hebben als ik dan begin? Mensen met autisme zouden geen gevoelens hebben en geen emoties hebben. En dan denk ik, oké, dat klopt eigenlijk allemaal niet. En mensen met autisme zouden niet mee willen doen in de maatschappij en ergens op een eiland leven. Ik, nou, daar wil ik iets aan doen. Sindsdien help ik mensen om anders te kijken naar autisme. Dat doe ik door verhalen als dit vandaag te vertellen. Maar dat doe ik ook als schrijver en als trainer. En nog veel meer allerlei leuke dingen. Ben ik nog voorzitter van, voorzitter van Stichting Asociale Kaart. Die onder andere iets drinken organiseert hier in Groningen. Mocht je daar nou vragen over hebben, dan kun je aan Wendy vragen. Want die zit daar helemaal vooraan. Zou je niet vragen om te gaan staan, of vind je dat wel leuk? Ja? Ja? Nee, dat vind ik niet leuk. En het is een netwerk voor en door mensen met autisme. En dat is een hele leuke ontmoetingsplek. Misschien wordt hij volgend jaar wel genomineerd. Ja, nee, anders is het ook een kruisbestuiving, ja, als ze dit jaar genomineerd waren. En dan is mij gevraagd om iets te vertellen over wat autisme dan is. Dat is moeilijk. Want we hebben daar waarschijnlijk allemaal, u heeft daar uw eigen ideeën over. En sommige mensen denken er niks over, die doen gewoon. Dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat voorbeeld wat over jou gezegd werd. En dan denk ik, ja. Ik was met de voorbereiding bezig en ik heb ongeveer 6 keer het filmpje van Geert Wilders en Mark Rutte gekeken. Dus ik denk, Gijs, wat heeft dat daarmee te maken, jongen? Maar die hadden met elkaar een discussie over doen als normaal man. Ik weet niet of je me nog kunt herinneren. Als we het dan over participatie hebben, dan zeggen we eigenlijk tegen elkaar van doe nou als normaal man. Want iedereen mag meedoen. En we hebben daar hele moeilijke woorden. Ik vind participatie vind ik al een moeilijk woord. Dat moet ik gewoon eerlijk bekennen. Heb ik het nu weer 10 keer gehoord, zeg maar. Dan denk ik, oké, het is weer geland bij mij. Ik kan het ook zelf weer uitspreken. Maar eigenlijk is het een heel lastig woord. Eigenlijk is het gewoon dat iedereen mag meedoen. Het is heel erg hip gemaakt door alle gemeentes die dat heel erg tof vinden. En dan zijn er mensen die een kwetsbaarheid hebben. Dat zijn we allemaal, hè. Ik zou wel eventjes een tearjacker, zeg maar, hier. Een soort Titanic, schijnt dat veel mensen daarom huilen. Of love letters of zo. Of heet dat wat een... Mark... Weet die man nou, nee? Robert ten Brink. Robert ten Brink, wat Robert ten Brink, zeg maar, doet. Met Kerstmis, ik weet niet of je dat kunt herinneren. Iedereen ziet wel even voorbij komt. Er zijn altijd wel mensen die dan een traantje laten vallen. Het is een soort van kwetsbaarheid. Ineens dan een groep die kwetsbaarder is. Dat zijn mensen met autisme. Daar hebben we een woord voor. Er zijn hulpverleners in de zaal. Dus ik ga toch even een hulpverlenerswoord doen. Het is ook weer een moeilijk woord. Pervasief. Wie heeft er nog nooit van het woord pervasief gehoord? Ik wil even handen zien. Iedereen wel? En kijk, dat vind ik mooi. Daar hou ik nou van. Want pervasief, ken je de film The Matrix wel toevallig? Ja. Nou, Neo, voor de mensen die zeg maar de Matrix niet kennen. De held van de film, Neo, wordt op een gegeven moment beschoten door een regen van kogels. Die vliegt daar zo half of zo. En echt overal zouden die kogels doorheen gaan. Nou, dat is pervasief. Alles doordringend. Ja, ik moet het blijkbaar heel duidelijk uitleggen. Want we hebben het heel vaak over dat soort woorden. Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dan denk ik, ja oké, maar als we niet weten wat pervasief is... Dus dat gaat overal doorheen. Dus op alle levensgebieden en veel langer heeft het invloed op dingen. Dat is kwetsbaar. Dat is belangrijk, want dan zie ik in mijn leven ook terug. Want dan zeggen ze altijd, ach Gijs, is dat zo'n leuk praatje te houden dan? Maar ik zit daar in die trein en dan denk ik, dan rijdt die trein weer vertraagd. Dan zit ik alweer zo. En dan doet die businesskaart, die doet het niet, die wil niet inloggen. En dan gaat de conducteur me aanspreken, dan zit ik alweer zo. Herkenbaar, ja, want het is autisme, menselijk gedrag. Maar ik raak dan super veel gestrest, dus ik moet wel even. Dan ga ik weer sneller praten hier. En dan denk ik, oké, Gijs, even rustig. Dit is mijn eigen wereldje. Constant die balans vinden tussen eigen wereldje en meedoen in de maatschappij. En ik zie bij iedereen met autisme, die heeft op een bepaalde manier zijn eigen wereldje. Bij kinderen beschrijven dat dan als treintjes.
Ja, de treintjes worden groter, ik zit er de hele dag in. Maar altijd de balans tussen die eigen wereld en anderzijds meedoen in de maatschappij. Dat is belangrijk om mee te nemen. Wat doet nou positieve stimulering, zeg maar, met je? En dan moet ik ook denken aan mijn eerste kindertekening of zo. Zeg maar de eerste klas of zo van de basisschool. En daarvoor had ik altijd een beetje mot, zeg maar, met die andere kindjes. Want ik en de speelplaats ging, zeg maar, niet zo goed met elkaar. Het was een veel te grote wereld, zeg maar. En ik kan me er niet zo heel veel van herinneren. En toen ik ooit een lezing moest geven over mijn jeugd, was het eerste wat ik me kon herinneren, was deze tekening. Waarom? Hij is helemaal niet zo goed of zo. Qua anatomie klopt hij niet echt en zo. Zeker voor iemand die later kunstacademie is gaan doen, klopt het niet. Maar het was voor de leeftijd was hij vrij goed gemaakt. En het was de tijd dat Evert van Bentum de Elfstedentocht won. En wij moesten dingen tekenen over de Elfstedentocht. En iedereen zei tegen mij: "Wow, Gijs, dat is een mooie tekening." En de juffrouw zei: "Wow, Gijs, dat is een mooie tekening." Dat is eigenlijk heel normaal. Maar als je dus een leven hebt waar daarna vrij veel dingen misgaan, dan is dat niet meer zo normaal. En dan is het best wel bijzonder dat als je nadenkt over wat is nou jouw schoolperiode, dat je dit nog steeds kunt herinneren. En dan denk ik, oké, als ik dan weer heb over doe nou eens normaal, dan moet je dus tegen elkaar zeggen, wow, wat goed dat jij dat doet. En dan zeg ik tegen Roelie, wat goed dat je al die dingen hebt voorgelezen. Die mevrouw van de koffie, wat goed dat je die koffie ingeschonken hebt. Wat goed dat jullie er allemaal zijn, zeg maar. Wat goed dat er een hele hoop initiatieven zijn in Groningen die we kunnen nomineren. Het zijn kleine dingetjes om zo in gesprek te gaan met elkaar. We hebben voorbeelden gehad van hoe je dan met mensen met autisme, hoe laten we die nou meedoen, hoe laten we die nou participeren. Want het is wel down to earth, hè, dat de gemeentes niet altijd weten, hoe krijgen we die groep nou mee? Dat wij als burgers, zoals we hier zitten, ja, kan soms knap lastig zijn. Ik heb ook een hele tijd in de Wajong uitkering gezeten, zo'n dik dossier met zo'n stempel erop, onbemiddelbaar. Ja. En dan mocht ik wel allerlei dingetjes gaan doen, maar die paste telkens nooit. Dan heb ik mijn eigen vorm gevonden door een bedrijfje te starten. En toen was ik zo enthousiast, ging ik 60 uur per week werken. Tot 80 uur en dan raakte ik weer burn-out. Dus zo kun je vallen en opstaan. Maar het is blijkbaar een uitdaging. Hoe ga je nou dat contact aan met mensen met autisme? En dit is wat, deze vraag werd gesteld. Ik geef les op de Radboud Universiteit. En een van de studenten die had me van tevoren gemaild. Van, hoe doe je dat nou? Ja, die stelde letterlijk deze vraag. Ik moet u eerlijkheidshalve zeggen. Ik ben toch ver van Arnhem-Nijmegen weg. Ik moest heel erg lachen. Deze vraag. Laat je iemand weten dat je aardig vindt. Dan zeg ik weer, doe nou eens normaal. En toen had ik, om dat meisje een beetje te plagen, had ik dit plaatje gedaan. Ik zeg, nou, weet je wat je moet doen? Je moet in ieder geval glimlachen. Je moet zorgen dat je een beetje inkijk hebt. En je moet eten meenemen. En dan laat je die mensen met autisme wel zien dat je ze aardig vindt. Dat is natuurlijk ontzettend flauwe grap. Want hier geldt weer, doe nou eens normaal. Wat vind jij als mens prettig? Wat verwacht je daarin van anderen? Welke waarden hadden wij ook alweer met elkaar? Dat iedereen mag meedoen. En dan gaat het in één keer niet meer over autisme, maar dan gaat het gewoon over menselijke waarden met elkaar. En accepteren dat mensen anders zijn, en verschillend zijn. En dan moet ik altijd denken aan de allereerste diagnose die er ooit kwam. Weet iemand wat de allereerste diagnose is die er ooit is gekomen? Nee? Ja, het is een beetje lullig. Is dat hysterie? Wat? Is dat niet hysterie? Nee. Nee, het is nog veel verder. De allereerste diagnose was vrouw. Daar week ik namelijk af van mannen. En in bepaalde culturen is dat ook nog zo. Vrouwen mogen niet meedoen. Hè? Dat vinden we nu heel erg raar, maar dat er hier zeg maar vrouwen in de zaal zitten. 100 jaar terug was dat niet echt normaal of zo. Hoor. Ik heb daar verder geen waardeoordeel over. Maar dan denk ik, oké, dat is wel het voorbeeld van participatie wat we gedaan hebben. Hè? En we hebben daar ook allerlei vooroordelen nog steeds over vrouwen. Want kijk, de mannen even een beetje aan, maar vrouwen moeten altijd zeuren en schoenen kopen en met elkaar roddelen en al dat soort dingen.
Ja, we weten ook dat het allemaal niet waar is. Hè? Voor sommige vrouwen. Ik zie altijd dat het over schoenen kopen gaat. Dan zie ik altijd aan mensen echt glimlachen. Die denken, ik moet eigenlijk de zalen uit schoenen kopen. Voor sommigen geldt dat. Net zoals voor sommige mensen met autisme zoiets geldt. Maar wij maken nou eenmaal, als je hier in het midden zou zetten, vrouw of vrouwen. En dan allerlei vooroordelen er rondomheen. Ja, dan zou je ook een mooi lijstje kunnen maken. Voor autisme doen we dit blijkbaar ook. Ik vind het altijd heel erg moeilijk. Ik word snel boos omdat ik iets of iemand niet begrijp. Ja, ik ken wel mensen met autisme die dat hebben. Als wij dat zien voor iedereen met autisme, wordt het knap lastig. Want dan durft niemand mij meer een vraag te stellen vanuit de zaal. Dan denk ze, als hij me niet begrijpt, dan wordt hij boos. En dan gooit hij die microfoon en die is heel erg hard. Dus dit soort lijstjes, die kloppen niet echt. Ja, ik heb het hier al vaker gezegd, maar het zijn net mensen. Mensen met autisme. Dat klinkt een beetje spottend, maar het zijn gewoon mensen. Je kunt ze gewoon menselijk benaderen met elkaar. En dan terug naar die uitleg over autisme. Wat is autisme dan? Als je het hebt over menselijke waarden en menselijk met elkaar omgaan. En daar heb ik ook best vaak gestaan, hoor, want ik sta dan wel voor zaaltjes zoals deze, uit te leggen wat autisme is, een beetje leraartje te spelen en erover na te denken. Maar dan kom je iemand in de privésfeer tegen en die vraagt aan jou van, Gijs, wat is dat nou, dat autisme? Ik zeg, nou, is soms mijn hoofd heel erg vol. En zegt diegene, ja, dat heb ik ook wel eens. Ja, daar sta je dan. En dan denk je, nou, doe nog een poging, mijn beste poging. Ja, soms dan verlies ik het overzicht gewoon helemaal. Je hoort daar mijn stem en ik werd al wat zenuwachtig. Dan zegt diegene, ja, dat heb ik ook wel eens. Weet niet meer wat er in me. En dan kan ik het niet meer uitleggen. En dan kom ik weer terug op dat woord pervasief. Dacht ik toen in één keer van, oh, pervasief, alles doordringend. Dus ik moet uitleggen, als ik het overzicht verlies, wat dus eigenlijk iedereen heeft, dat is menselijk gedrag, maar dat wordt uitvergroot. Een soort heel groot vergrootglas wordt opgezet van, wow, dan is het veel heftiger. En sindsdien leg ik het zo aan mensen uit, oké, dat autisme is menselijk gedrag onder een vergrootglas. Het is gedrag wat we allemaal kennen, maar dat wordt heel erg uitvergroot. En mensen, oké. En dan kom je ook veel sneller bij elkaar. En dan kom je heel makkelijk tot participatie. Want nu lijkt dat vaak heel erg eng. Die mensen met autisme, die hebben bijzonder gedrag. En ik heb ooit ook aan meegedaan. Ik heb een boek geschreven over autisme en communicatie. Autisme en communicatie is soms ook lastig. Maar je gaat het dan wel moeilijker maken, hè, door het apart te zetten. En het boek heet Plan B, overigens. En er wordt dan vaak gezegd, oké, ja, en op zo'n moment denk ik zo, oké, ja, je maakt autisme te moeilijk, maar ja, er zijn verschillende niveaus in autisme, Gijs. Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. Er zijn verschillende niveaus en dat noemen we dan VG of verstandelijke beperking en hoogfunctionerende autisten. Ik denk dat zit wat hoger op de toren, zeg maar. Maar het zijn gewoon, net zoals bij mensen, zijn er verschillende niveaus. Belangrijk om te weten. Maar dan gaat het ook over participatie. Ik kan me niet onttrekken aan het verhaal. Toen de titel Plan B bedacht werd, zeg maar, voor mijn boek, gaf ik een lezing samen, of een training eigenlijk, samen met mijn collega bij een VG-instelling, zodat dat dan intern heet, zeg maar. En ja, dat verhaal, ja, Gijs, we zitten met een groot probleem. Er is iemand, verstandelijk niveau, 2-jarig, heeft ook autisme en hij wil op vakantie. Ja, ik was net met mijn SPW-opleiding bezig, dus ik denk, daar komt zo'n heel activiteitenbegeleidingsplan van 8 pagina's. Snap ik, is veel werk, je moet begeleiders regelen voor naar het buitenland te gaan. Die moeten allemaal 24 uur diensten draaien. In hoeveel loonschalen gaat dat? En ik had het nog niet goed genoeg doorgevraagd, want het ging over die man die wilde uit de instelling op vakantie naar het dorpje wat ernaast lag. Ik doe nou eens normaal. Maar dat mocht niet, want dan zou hij uit zijn structuur raken. En ik, als we het dan hebben over participatie en over een heel klein voorbeeldje wat die participatie dan zou kunnen zijn. Ik denk, wow.
Wat zou het mooi zijn als we de investering hadden kunnen maken in de durf om buiten ons eigen kader te denken als die man naar dat andere dorpje had kunnen gaan? Dat hij dan wel niet kunnen leren en had hij dan wel niet kunnen participeren? En dan denk ik, participatie, dat geldt voor iedereen, voor welk niveau je nou ook hebt. We hebben participatie een beetje vertaald naar zo van, oké, dan moet je werk en belasting betalen. Ik denk altijd, participatie, dan moet je in het blauw doen met blauwe letters. Dan linkt het gelijk aan belastingdienst. Het is natuurlijk veel meer. Is je plaatsvinden in de maatschappij. Dat ze hier zitten bijvoorbeeld. Want dan ben je een micromaatschappij met elkaar. Je moet het niet zo groot denken. Soms gewoon heel, heel klein, intiem iets maken. Het is ook verder kijken naar je gedrag alleen. Want je kunt wel super mooi mee kunnen doen. En dan denk ik weer even terug aan die tekening, dat ik complimenten kreeg. En ik ben nu ook lekker aan het meedoen met mijn bedrijf. Ik heb een leuk bedrijf, waar ik door heel Nederland mee reis. En heel veel mensen die tegen mij zeggen, Gijs, doe je goed, wat mooi dat je dit doet. Misschien wilt u het straks ook tegen mij zeggen. Ja, het is niet arrogant of zo, maar er gebeurt vaker, zeg maar. Ik heb er ervaring mee. Doe dit leuk en je hebt het helder uitgelegd. Weet je, en je moet er dan wel iets mee kunnen. Ik kwam er zelf een jaar, anderhalf jaar geleden achter. Ik kan er echt helemaal niks mee. Al die mensen die tegen mij zeggen van, doe je dit goed. Dus de interactie rondom participatie moet ik nog wel. Hé, je hebt je plaats in de maatschappij. Wat leuk dat je meedoet. Je moet er ook nog wel iets mee kunnen. Je moet ook wel je plaats kunnen vinden. En dat gaat veel verder als wat je omgeving zegt en wat je gedrag. En je kunt nog heel veel kunnen, en daar hebben we ook de laatste tijd over. Hè? Mensen met talenten moeten meedoen. En je moet er ook wel je passie in vinden. Je moet ook wel de overtuiging hebben dat je er mag meedoen. En als je lange tijd er buiten hebt gestaan, en dan zie ik helaas bij heel veel mensen met autisme, die lange tijd niet mochten meedoen. Kijken, zoek hem even op. Ik ga gewoon een stukje overslaan. Dat soort borden, hè? Is een beetje gemeen, maar dat is wat lange tijd gedaan is. En mochten mensen niet meedoen, worden buitengesloten, gepest. En dan denk ik, oké, dan gaat het veel verder als... Ik toch wel even doorklikken. Dan gaat het over overtuigingen, van mag jij er wel zijn? Mag je wel meedoen? Ik denk dat we, als we het dan hebben over doen normaal, dat we daar ook aan moeten gaan werken met elkaar. We kunnen supermooie plekken creëren waar allerlei mensen kunnen meedoen. Als iemand er niet klaar voor is om mee te doen, en zo'n verantwoordelijkheid ook voor de mensen met autisme, hoor. Spreek bewust de mensen met autisme ook gewoon aan. Want ja, het is heel lang gezegd van ja, die hulpverleners moeten het allemaal maar regelen. Ik denk dat hier ook die verantwoordelijkheid bij die mensen met autisme ook zit. Hè. We moeten het namelijk samen doen. Die leuke reclame van jaren geleden, de maatschappij, dat ben jij. Jij vond ik vrij egoïstisch, ik denk we zijn het met z'n allen. Dat is wel hard genoeg werk. En dat dan iets oplevert, jij introduceerde mij als ambassadeur ook van Vanuit Autisme Bekeken. Ik ben niet alleen ambassadeur voor Vanuit Autisme Bekeken, gewoon voor autisme in het algemeen. Maar dan denk ik, de maatschappelijke business case van Vanuit Autisme Bekeken, die heeft eigenlijk wel doorberekend van, oké, wat als nou mensen met autisme gaan meedoen? Dan levert dat niet alleen geld op, maar dan levert ook vooral levensgeluk op voor mensen. En veel minder uitval. Je kunt hem nog opzoeken op het internet, we hebben het hier al eerder over gehad. En levert allerlei besparingen op. En mensen, je ziet het hier al, mensen kunnen weer participeren. Het is een plek voor iedereen. Dus als je nou een rekenmodel zeg maar erachter wil hebben, of dat iets oplevert, dan kun je dat nog lezen. Ik ben niet zo van de rekenmodellen. Ik ben meer van het nieuwsgierig zijn naar elkaar. Dus daar zitten, zeg maar, heel veel mensen met autisme zijn. Want daar weet ik, zeg maar, mag ik even handen zien? Kijk. Mooi. Dan ga je in gesprek met elkaar. Ga niet alleen met mensen onderling. Als heb je daar achter zo'n autistentafel. Dan is de rest verboden voor autisten. Maar ga in gesprek met elkaar, dan gaan ze, oké, ik wil daar iets mee doen. Wat betekent dat dan voor jou? En
Wat betekent dat voor anderen? Wat betekent dat voor de mensen rondom je heen? Misschien heb je wel vragen over autisme. Ja, die kun je naar mij stellen omdat ik hier voor de groep sta. Maar ook mensen met autisme kunnen dat ook gewoon in het Gronings vertellen, terwijl ik het in het Brabants vertel. Dit is echt een van de grootste gekken die er is. Ik vind het belangrijk om hem telkens weer te laten zien. Want als we het dan hebben over participatie, je zit toevallig in een werkgevers in de zaal, maar zou je hem aannemen zo? Het is wel even belangrijk om over na te denken. Wij schieten meteen in zo'n gevoel van, oh, dat is Einstein. Die is heel slim. Maar als je, zeg maar, dat vermogen niet zou hebben van dat is Einstein, dan zou je denken, oh, wat een rare kerel. Terwijl, als je op die cv ziet staan, Einstein, denk je, oh, die nemen we allemaal aan, want dat levert heel veel geld op voor mijn bedrijf. Maakt niet uit wat mijn bedrijf doet, maar als ik hem maar binnenhaal. Want dan komen ze desnoods gewoon kijken bij mijn bedrijf, omdat Einstein daar zit. En dan, er is ooit iemand geweest, of waarschijnlijk heeft hij het zelf gedaan, die is verder gaan kijken dan zichzelf. Die is gaan kijken naar mogelijkheden, hè, van wat kan ik nou goed? En waar kan ik mijn talenten inzetten? En als je het dan hebt over nieuwsgierigheid, deze vind ik best belangrijk, want daar ben ik de laatste tijd best veel mee bezig eigenlijk, met zo'n modelletje, om erover na te denken van wat autisme nou is. Maar we denken heel veel in stereotypen en generalisaties. Nou, had ik er straks al over vrouwen wordt dat ook heel veel gezegd, over mensen met autisme. Enerzijds heb je hier dan de handicapdenkers. Hè? Kennen ze misschien wel, autisme is zo vreselijk en zo ernstig en zo. En is ook, voor een deel is autisme ook ernstig. Anderzijds heb je hier talentdenkers. Steeds meer zo. Mensen met autisme zijn zo fantastisch. Met name in de ICT. Hè. Ze zijn zo'n trouwe werknemers. Ja, het gaat ook te ver. Het slaat door. Allebei zijn het generalisaties. Maar we krijgen helaas wel steeds meer van dit soort uitingen. Zonder de vereniging te beledigen die erbij hoort. Want het is een folder van de NVA. Maar autisme is zo'n bijzonder talent, laat u toch niet lopen. Philip schrijft dan in de krant gezocht getalenteerde autisten. Dan vraag ik mezelf af, zijn er ook niet getalenteerde autisten? Gezocht onbetrouwbare autist voor bankbedrijf. Ik zie het echt al staan. Nee, maar het is even generaliserend. Als je het gaat vertalen naar gezocht gezellige homo voor café. Dan zou dat heel na zijn als je dat in een advertentie leest. Maar blijkbaar, die hele participatiemaatschappij wil dat we allemaal meedoen. En ik denk dat het gaat om jezelf te mogen zijn. Het gaat in principe niet wat je bijdraagt. Maar de gedachte is dat iedereen daarin zelfredzaam is. Dit was ook weer niet goed. Want hier hebben we heel lang volgens die medische definitie gekeken naar autisme. Van, autisme is zo zielig en zo moeilijk en zo ingewikkeld. En we kunnen er allemaal niks mee. En we moeten 100 cursussen volgen. En laat dat maar aan de specialisten over. Dat was eigenlijk heel erg afhankelijkheidspositie gecreëerd. Van, oké, de specialist weet het alleen. En plaats uw kind maar uit huis. Of doe uw kind maar naar een instelling. Of moet hele zware begeleiding op. Terwijl die medische definitie, we hebben er straks gezien wat die lijstjes dan over autisme zijn, daar komen we er ook niet helemaal over uit. Want het zijn net mensen. Ik herhaal hem nog maar een keer. Dus iedereen kijkt op zijn eigen manier. Er worden echt rare onderzoeken over autisme gedaan. We weten nog steeds niet wat het nou precies is. Ja, dat het enigszins menselijk is. Dat is ook een flauwe grap, maar we weten dat het daar in de buurt komt. En dan denk ik, oké, we hadden het over autisme is menselijk gedrag. Dan moeten we dus naar een soort van maatschappelijke definitie. Wij als maatschappij, ik bedoel ook wij, hè? Zeg ze altijd van mensen met autisme, die zijn er niet zo goed in, maar ik ga het maar bewust even zeggen. Wij als maatschappij moeten samen een definitie maken van hoe gaan we met autisme om. En dat begint met goede initiatieven waar mensen met autisme kunnen meedoen en bij kunnen dragen en waar ze erbij horen. En niet vanuit het idee van je hebt autisme en je mag meedoen. Nee, je bent mens. Iedereen is mens, dus iedereen heeft daarin zijn eigen keuzes en zijn mogelijkheden. Dus dan mag je meedoen. Dus de uitdaging voor mensen met en zonder autisme. Wees daarin nieuwsgierig naar elkaar en ga op zoek naar elkaar. Dat zijn de bruggenbouwers. Mensen die
durven die brug te bouwen. Ik geloof dat die af en toe is ingestort. Doordat we niet helemaal weten hoe we ermee om moeten gaan. En dat we elkaar als mensen soms eng vinden. Is toch zo? Ja, ik vind het soms eng hoor. Sta ik wel voor zalen of zo. Maar ja, het is soms heel erg kwetsbaar. En als je dan elkaar weer leert kennen en treft in het midden van zo'n brug. Ja, dan vind ik het altijd net zo'n balletvoorstelling waar je kwetsbaar tegenover elkaar staat. En dan ga ik wel leren kennen. En dan ga je kijken vanuit mogelijkheden. Dan kom ik weer terug bij, we zijn toch allemaal kwetsbaar. En daarmee wil ik het probleem van autisme niet onderkennen. Of niet ontkennen dat autisme soms een extra uitdaging is om soms mee te doen. Maar ik wil wel die mensen die dat niet hebben, die geen autisme hebben, die toevallig een niet benoembare stoornis hebben, zeg maar. Ik vind het een vreselijk woord hoor, stoornis. Net zoals as. De asklas hebben ze het dan over. Asvoetbal. Ja, het staat gewoon as, hè, als je het goed leest. Ja, nee, dan moeten we van bewust blijven. Hè. Als we dan maatschappelijke definitie denken, oké, we hebben allemaal bijzondere woorden bedacht. Dan moeten we daar bewust van blijven. En dan zeggen we vaak van, als kinderen dan heel jong zijn, van ze kunnen het niet. Ja, dit jongetje kan ook nog niet dat gewicht dragen. Maar nog niet. Hij kan nog niet meedoen bij het gewone voetbal. Maar misschien straks wel. Hij kan nog niet meedoen in een gewone klas. Maar misschien straks wel. Hij kan nog geen passende werkplek vinden. Maar misschien wel. En dat is als we het dan hebben over stimuleringsinitiatieven. Dan gaan al die initiatieven gaan daarover. Wat je nog niet kunt. En niet over wat je niet kunt. Ik geloof dat er altijd ontwikkeling is, welk niveau je daarin ook hebt. En daarvoor vind ik het heel erg mooi dat er initiatieven zoals deze zijn. En daarvoor ben ik ook blij dat ik hier zeg maar zo'n envelop heb. En het grappige is, ik weet dus nog niet welke naam erin zit. Omdat, ja, ik kan wel een geheim bewaren, zeg maar. Maar Roelie was bang dat ze zich dan versprak. Dus dat is wel weer heel erg grappig. Ik ben volgens mij netjes in mijn tijd, of niet? Jazeker. Ja. Oh, ben ik ruim binnen de tijd, ja. Ik had hem ietsjes aangepast namelijk. Ik heb nog heel even een paar kleine mededelingetjes. We gaan binnenkort, ik geef trainingen over autisme. Mocht iemand dat leuk vinden, kijk even op autismeacademie.nl. We hebben redelijk in de buurt een training in Zwolle die we binnenkort starten. Mocht je meer iets horen, willen lezen over wat ik vertel, zeg maar, staat ook in het boek Plan B. En als je het leuk vindt om af en toe anders te kijken naar autisme, dan heb ik een of andere leuke nieuwsbrief. Dus die wil ik ook even met je delen.